Dames en heren, jongens en meisjes, welkom vanuit de mooiste plaats uit Gelderland. Welkom uit... Dorpen floreren, steden vergaan, maar presentatoren, of je nou wilt of niet, blijven altijd bestaan. Dames en heren, Angelique Kruger! Hallo! Dag dames en heren. Hartelijk welkom allemaal hier. Fijn dat jullie er zijn. En thuis ook natuurlijk. We zijn in Hulshorst, dat ligt op de Veluwe, heel erg mooi. Hele rustige, bescheiden mensen hier. En dat is een verademing naar de Achterhoek. Grapje hoor, ik moet daar geen vijanden maken natuurlijk. Er wonen hier 1991 mensen in het dorp en het buitengebied, denk ik. Hè? Niet allemaal in het dorpje. En ze hebben ook een parade voorbereid. Zo trappen we de show iedere dag af. Anderhalve minuut mag die zijn. En dit is wat Hulshorst allemaal te bieden heeft. En Hulshorst presenteert zich. We beginnen met de Alzheimer Club, de Tractoren. Prachtig, kijk eens. Dan de Veluwse Hulshorstse Klederdracht. De Hemdjesschapen van Harry. De IJsclub, de dames. Club Fiesta, uur bij jou. Oppas, de Bootcamp. De Walkie Talkie Wandelgroep, kijk eens hoe mooi. Cosmos Eurovision, ontbijtgroep. Jeu de Boel, dames, veel plezier. De dames van de Fietsclub. De Yoga Club, de Jeugdclub van de Kerken allemaal. Heel mooi, Kapelle Hulshorst. De Kids Move. En uiteraard ook Noord-Veluwe Menderuiters. De TV Hulshorst en de Vereniging. De Bijenvereniging, de voetbaljongens, de minis van VV Hulshorst. En uiteraard de mountainbike groep uit Hulshorst. De Dinsdagavondgroep, Ponyclub, de Bosrakkers, de wandeldames, de loopgroep op maandagochtend. En nog een oldtimer groep. Het zijn de oldtimer auto's. Kijk eens wat een lawaai. Prachtig, met Jelte erin. Hier wordt vol meegereden. En als laatste, ons goede doel, de biologische zorgboerderij, de Grote Wiede. Geef ze een hartelijk applaus. En coach André is al zo enthousiast bezig dat hij even op zijn borst moet kloppen om bij te komen. Ja, dankjewel. Dat was de parade. Volgens mij binnen de tijd. Zo te zien wel. Ja, toch? We hebben goed geoefend. Ja. En oefening buiten kunst. Wat zag ik nou? Hebben jullie je eigen tv-station hier? TV Hulshorst? Nee, dat is de tennisvereniging. Oh, die... Je hebt een klomp. Ja. Oké. Okay. Goed. Nou, die zit. Ja. Een lekker begin van de uitzending. Ja, je moet er ergens beginnen, hoor niet? Ja, oké. Okay. Nee. Jullie hebben ook een tweeling in het team. Nou, daar staan ze. Annie en Grietje. Ja. Dus, hi. Hi. Doen jullie altijd alles samen dan? Nou, heel veel. Ja, heel veel, ja. Ja, ja. Ja, je kan moeilijk nee zeggen. Nee. Wat doe je allemaal samen dan? Alles. Kaarten, winkelen, tegen Gelderland gebeuren, een borreltje drinken. Ja, precies, ja. En zijn jullie getrouwd, verliefd? Ja, ja. Met dezelfde man dan ook? Nee, dat hoef je net niet. Je hebt wel een andere man. Ja, wel een andere man, ja. En lijkt maar die passen dan zich ook aan ons weer aan, dus ja. Dat moeten ze wel. Ja. Maar ze hebben eigenlijk twee vrouwen een beetje allebei, denk ik. Wat zeg je? Ze hebben eigenlijk twee vrouwen dan. Ja, eigenlijk wel. Als je jou krijgt, krijg je jou er toch ook een beetje bij. Ja. Nou, ik vind het nu al gezellig. Maar ik ga even terug naar de coach. Ja. Want ik wil even weten wat jullie goede doel is. We zagen het in de parade al voorbij komen. Ja. Behalve tv. De tennisvereniging. Je stuit het er zo weer in, hè? Maar goed, waar wij voor gaan deze dag is voor Stichting De Grote Wiede. Stichting De Grote Wiede, dat is een Hulshorst. En dat is een zorgboerderij. Hmm. Biologische boerderij. En dat is ook een stukje arbeid wat ze Zit je ze nou kunnen... naar hun te kijken? Of... Ja, uiteraard. Ja, ze zit aan de overkant. Ja, ze zwaait, hè. Hi. Ja. Ja. En, een zorgboerderij. Een zorgboerderij, ja. En, maar waarom vinden jullie dat het bedrag daar naartoe moet? Waarom niet?
Kijk, ja, dat is ook zo. Wij, ja, maar er zijn zoveel doelen waar je uit kunt kiezen. En jullie kiezen dit. En we hadden eerst wel iemand anders. En dat vonden we toch weer niet zo. En toen kwamen we eigenlijk op een zorgboerderij. En we zijn erheen geweest. En ze sloegen stijl achterover. Zo leuk als ze dat vonden. Mooi. Want er is natuurlijk niks mooier als je maar zo geld kunt uitgeven. Ja. En het is ook voor iets heel specifieks. Ja, uiteraard. Wij leggen het geld bij. En dan kunnen ze een driewielenfiets daarvoor aanschaffen. Mooi. Zou en als iedereen met de pet ook meegaat, dan brengt het dat geld op. Gaan we straks genoeg geld ophalen. En dan kunnen we straks. Ja, hartstikke mooi. Dan gaan we naar de uitzending doen. Maar we gaan eerst maar eens euro's verdienen hier. Ja. En dus gaan we naar onze lieftallige jury, dames en heren. Tini te Dorsthorst ziet er beeldschoon uit. En Reinoud van Assendelse Koning. Dankjewel. Jullie lijken wel een bruidspaar. Jullie zien eruit als een bruidspaar. Die zijn door het team gemaakt. Prachtig. En we zijn er heel erg blij mee, want het staat supermooi. Ja, het staat heel mooi. Prachtig qua kleding ook. Helemaal goed. Laten we het eens over euro's gaan hebben, Tini. Want een driewieler kost veel geld. Ja. En we hebben een parade gezien. Ja. Nou, ik vind het heel leuk dat de parade dit keer ook weer op een grasveld is. Dat geeft toch altijd een bepaald warm en leuk gevoel. Dit was een mooie optocht. De zorgboerderij die liep achteraan, waar het geld voor bestemd is. Heel erg bijzonder. De wiekendagen zijn hier in Hulsthorst. Kortom, het is ook weer een dorp waar je trots op kunt zijn, waar heel veel gebeurt. Eén klein puntje wil ik toch wel even zeggen. De opperstalmeester die sprak de parade aan elkaar. Dat was niet de afspraak. Eigenlijk moet de parade zichzelf vertalen. Ja, oké, goed. Maar wat gaan jullie dan geven qua euro's? De parade kan opleveren 200 euro. En wij gaan voor 150 euro voor de parade. Nou, netjes hoor. En dan het aantal mensen hier op het plein. Want er moeten er 300 staan om 300 euro te krijgen. Veel, heel veel. Ja? Ja. Er staan hier 594 mensen. Wow, dat is meer dan genoeg, hè? Goed zo. Mooi. Nou, de eerste euro's zijn al binnen. Hè? 450 euro. Dan gaan we naar de dagopdracht. En die heeft iedere dag iets te maken met de liefde. Nee, met het dorp, met de geschiedenis. Het is vrijdag, jongens. Ik loop een beetje op mijn tandvlees. Maar het heeft wel met de liefde te maken hier in Hulshorst. Dit is de dagopdracht. Goedemorgen allemaal. Opdracht Hulshorst. Gelderland gaat vanavond kennis maken met een prachtige romantische kant van Hulshorst. How nice. How nice. Op de Zandheuvel staat tot op de dag van vandaag een grillige beuk. Deze beuk wordt dan ook heel toepasselijk de beuk vergeet mij niet genoemd. Vandaag de dag zijn er nog steeds eeuwenoude liefdesverklaringen in de bast van deze boom te lezen. Die scène willen we vanavond zien. De landhuiseigenaar gaat weg, stopt bij de beuk en zwaait naar zijn kinderen. Bij de beuk zien we een verliefd stelletje dat hun naam in de boom krast. Liefste, liefste, ik sta hier bij de beuk. Allerliefste, liefste, ik moet nu gaan. Vergeet mij niet. Yeah.
dat was de scène. Ik ga je een klein beetje aan de kant duwen. Ja. Mooi hoor, mooi gedaan. Even over dat landgoed, hè? Want jouw opa, die was daar... Ja, dat had met de opdracht dus te maken. Landgoed Hulshorst hadden we dan. Ja. Dat noemen wij dan op Van Beest. En opa was? Opa Kruithof. Ja. Die heeft er in de jaren 30, was die daar tuinman ook. Maar dus... ik begreep dat het afgebroken is op een gegeven moment. Ja. Waarom dan? Ja, ja, het is toen het oorlog werd, toen wilden de Duitsers dat innemen. Ja. En daar hun kantoor vestigen. En ja, toen hebben de Nederlanders dus besloten om dat maar af te breken. Dat zag de eigenaar ook niet zitten, dus het hele pand gesloopt. Ja, ja, er staan nu nog enkel bomen. Ja. En wel kunnen we nog mooi de vijvers zien waar iedereen dan ook komt. Ja. En wat een geschiedenis, hè? Dat maar is veel liefde dus rondom die plek, hè? Ja, zeker, nog steeds, want ja. We hebben een hele mooie boom er ook. En daar kerft iedereen dan weer zijn naam in. Ja. En dat brengt mij meteen bij de vijf. Begin ik helemaal aan het eind. Iemand die hout snijdt. Dat is Ali. Oh nee, Ali, ik begin bij jou. Ja, ja. Dat zal toch niet? Draai een beetje bij, zo. Ali, jij hebt jouw initialen samen met je schatje... hoe lang geleden in die boom gekerfd? 40 jaar geleden. Dat is een hele tijd terug. Dat bedoel ik. Ja. Hoe hou je het vol, hè? Ja, nou, dat weet ik. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe je man is, maar... Nou, best lief, hoor. Ja? Jawel. Was dat de liefde op het eerste gezicht? Nee. Nee? Totaal niet. Er vallen daar een paar monden open. Nee, zegt ze. Nee. Totaal niet. Zelf. Nee. Waarom nee, niet? Nee, ik vond het net een Indiaan vroeger. Een Indiaan? Ja. Oké. Okay. Hij had lang haar en ja, het was meer een beetje indiaanachtig typetje, vond ik het. Hij staat daar vooraan een beetje nee te schudden. Je weet wel welke ik bedoel. Want het is Martin, of niet? Ja. Hij zit in het team ja. En hij zag eruit als een indiaan. Maar toch is het hem gelukt. Hoe dan? Ja, hij kon lekker vrijen. Dat wist ik niet hoor, dat ze dat ging zeggen. Oh. Nou ja, heb jij gelijk. Maar goed, jullie zijn nog steeds bij elkaar, dus het gaat nog steeds lekker, zou ik maar zeggen. Het gaat nog steeds prima. Ja, mooi, ja, hartstikke ja, fijn. Ja. Nou, super. Dat is de eerste verhaal. Ik ga even naar deze jongeman. Hallo. Jelte? Klopt. Ja, jij bent Jelte. En maar mijn vader gaat vertalen. Ja. Dus ik moet hem even gedenken. Moet ik anders staan? Oh, ja. Zo? Ja. Jelte, jij hebt heel veel steun... aan je geloof. Klopt, klopt, ja, absoluut. Nou, ik ben zelf christelijk, sowieso Hulser. Nou, heel veel mensen in Hulser zijn christelijk. Ja. En nou, ik ben dodelijk ziek. En het was bijna kantje boord, zeg maar. Ik ben, was heel dicht bij de dood door mijn ziekte. Ja. Maar wonder boven wonder leef ik nu nog steeds. Ik was aan mijn rechterkant verlamd. Ja, kijk, nu niet meer. Ik kon niet praten. Nou, nu kan ik weer heel goed praten. Ja, alleen je gehoor is niet goed. Klopt, ik ben wel nog steeds doof en dat vind ik ook heel erg. Ja. Maar ondanks dat, God geeft mij kracht om door te gaan. En ik ben echt een optimist. Ik probeer van elke dag een feest te maken. Nou, en dat heb ik wel aan God te danken. Wat een diepe bewondering hebben wij met z'n allen voor jou. Oh, hoeveel is niet nodig? Jawel, is wel nodig. Is wel nodig. Hoe zo is het? Ja. Jij hebt een tumor in je hoofd. Klopt. En dat kan niet weggehaald worden. Nou, het ziekenhuis en ik hebben echt alles geprobeerd. Chemokuren, operaties, bestralingen. Maar het heeft allemaal niks geholpen. Nee. Dus nu kan het ook niet meer weg. En stel dat er misschien nog iets nieuws komt. Ja, ik weet niet of ik nog opnieuw behandeld wil worden. Je hebt al genoeg gehad. Ja, daarom. Ja, ik ben er eigenlijk alleen maar slechter op geworden. Ja. Dus ja. Nee. Dus ja, hij zit er nog steeds. Dat is een beetje jammer, maar... Dat is een beetje jammer, ja. Maar ben je niet bang om dood te gaan? Nee, absoluut niet. Nee? Maar wat ik geloof, ja, wat ik net vertel, ik heb heel dicht bij de dood gestaan. En op zo'n moment ga je echt over het leven nadenken en zo. Wat doet het toe? Maar... Nee, ik weet zeker dat als je komt te overlijden, mag ik naar de hemel. En dat is heel dicht bij God. Ja, en daar is geen pijn, geen lijden. En dat is echt een super plek. En daar wil ik liefst echt zo graag mogelijk heen. Nou. Weet je, zo gauw mogelijk misschien ook wel. Ja. Dus, dus nee, ik ben absoluut niet bang om dood te gaan. Lijkt me heerlijk. Een plek waar geen pijn. Nu heb ik nog heel veel pijn. Dan heel veel lijden. Ja. En ja, natuurlijk... ik heb nu nog steeds een heerlijk leven. Zo, maar wel veel pijn. Ja. En dat... Daar wil ik liever vanaf natuurlijk, ja, dat is logisch. Ja. Zo. Ik krijg een beetje een brok in mijn keel van jou.
Dat hoeft niet. Ja, wel. Ja. Ik vind het fijn dat je hier bent vandaag. Ik vind het supergezellig, superleuk. Ja, bij de Ulsters, allemaal vrienden. Ja, dat is mooi, toch? En jullie zijn mega trots op hem, dat kan absoluut. Niet anders. Ja, wat een zeker. Kind, ja. Toch? Absoluut, ja. Zeker. Nou, ik hoop dat je toch nog even blijft. Oh ja, zeker. Dat komt er ja? goed door. Dankjewel. Ook nog eens op tv. Dus dat ja, ook nog op tv. ja. Bent u meneer Tienus? Ja, jij bent meneer Tienus. Niet zo'n grote meneer, maar ik ben wel meneer. Meneer, zal ik meneer Tienus zeggen of zeg ik meneer Fluim? Zeg maar meneer Tienus. Meneer Tienus. U bent 82. Ja. En u heeft net als ik een brok in de keel. Ja, ja, ja. Het is niet ja. zo gek, hè? Nee. En u bent eigenlijk de burgemeester van Hulshorst. Ja, ja. Ja. Niet de echte, maar ook nee, weer wel. U bent wel, gekozen. Ik heb wel ketting meegenomen. U heeft ketting bij u, ja. Laat zien, ja. Ik nog heb. Ja. Ja, mooi hoor. En dat komt omdat u zich zo ontzettend heeft ingezet voor het dorp, uw hele leven al. Ja, ja. Wat brengt u dat dan, al die inzet voor deze gemeenschap? Ja, ik ben gek met de Hulshorsters. Ja? Ja. Wat zijn dat voor mensen? Nou, een beetje apart. Beetje... Hoezo apart dan? Ja, ach, ik zeg altijd, ik zei het in de dominee, als ik zaterdagavond een beetje raar thuis kom, toen ik nog jong was... En dan wisten ze aan de kerkdeur al, s'morgens. Dan wisten ze het al? Ja, dan wisten ze het als al. Als u zouden ze een beetje raar thuis kwam, ja, dat betekent ja. iets te diep in het glaasje gekeken? Ja, dan wisten ze het aan de kerkdeur al. Ja. Zonder s'morgens. Maar dat heeft u nooit weerhouden om hier weg te gaan? Nee, dat iedereen alles weet van elkaar is niet erg? Nee. Ik ben hier geboren en ik wil hier niet graag weg. Nou goed. Ja, dat zou wel een keer moeten, maar... Voorlopig nog niet? Nee. Nee. Nou, volgens mij zijn ze allemaal heel trots op u, want u doet zoveel voor de gemeenschap dat ik een heel hard applaus wil voor jullie, voor je eigen onofficiële burgemeester. Ik ga nog even naar die kant, want dat is wel een heel uniek stel. Dat zijn twee broertjes, Albert en Bertus. Wie is dan Albert? De oudste doet altijd het woord. Wat zeg jij? De oudste doet altijd het woord. En de jongste zegt dat de oudste dat nee, moet doen. Nee. Ja. Hij is de oudste. Hij is de oudste. Nee. Albert is oudste. Dit wordt heel ingewikkeld. Hoe heet die honden? Nino en Silva. En die zijn heel mooi, Bouviers. Bouviers, ja. Wie is de mooiste? Ze hebben alle twee de mooie dingen. Maar er is eentje kampioen, toch? Ja, omdat die nog te jong is. Oh, oké, maar er gaat ook een kampioen worden. Ah, als het mee zit wel, ja. Ja. Wat voor kampioen wat? Nederlands kampioen en Duits kampioen. Zo. En waar kijken ze dan allemaal naar? Exterieur. Exterieur. Ja. Dat is gewoon de buitenkant, buitenkant. Hè? Ja. En er moet een goed karakter hebben. Zo kijken we hebben. Ook naar hem. Ja, zo kijkt u ook ja, naar hem. Ja, je moet niet naar de binnenkant kijken. Gewoon naar de buitenkant. Oh, maar het is toch heel belangrijk, de binnenkant? Ja, nee. Gewoon de buitenkant. En, ziet er goed uit, hoor. Ja, hoor. Ja, dat maar, dacht ik. Met het hartje is ook belangrijk, toch? Dat ja, dat zeker, goed is. Ja. Zijn dat lieve karakters, Bouviers? Ja. Zijn haar draag ik altijd, hè? Dat zie je. Het is wel grappig, hè? Jij wilde niks zeggen, maar je bent alleen maar aan het woord, jij. Oh, ik hou mijn mond. Nee, moet ik stoppen? Dan ga ik wel even zeggen dat jullie binnenkort gaan trouwen, hè? Wanneer? 4 maart. 4 maart. En ja. We mogen allemaal komen? Ja, tuurlijk. Ja. Reinoud. Angelique. Een liefdevolle, warme scène gezien. En een rij met nou, mensen. En dat gaat over afscheid en liefde. Na het enorme spektakel van de afgelopen dagen vind ik het heel mooi dat we nu... wat ingetogener, maar ook wel heel lief en warm hier kunnen zijn in Hulshorst. De scène was... ik vond hem wat mager, laten we het zo zeggen. Maar hij zag er wel mooi uit. Ja. De boom, de zilverbeek is mooi gemaakt. Goed. En de typecasting, ik heb nog nooit zo'n mooie typecasting gezien... als Frans van Meurs die hier in die koets zag. Dat moet de echte Frans van Meurs geweest zijn. Dat was een hele mooie. Ja, dat was een hele mooie. En heb je alle hartjes gezien? Ik heb de hartjes gezien, ja, heb ik gezien. Maar ik moest hier ook... echt even een brokje wegpinken, een traantje wegpinken... toen ik het ongelooflijke mooie verhaal van Jelte hoorde. Ja. Zeer veel respect, hartstikke goed. En we gaan punten geven. Ja. Wij hebben gemeend dat we voor de scène en voor de gesprekken... en dat is heel veel aan de gesprekken te danken... 260 punten. Euro gaan geven. Euro. Goed zo. Nou, ook Hulshorst heeft natuurlijk... hoogtepunten. En daar gaan we nu naar kijken.
Wat zijn de hoogtepunten hier in Hulshorst? En dan hebben we het dorpshuis, het Sewietum, waar de buurtvereniging heel actief is. We hebben een mooie molen, de Maagd. Ze kunnen naar het Veluwemeer gaan om te gaan zeilen of zwemmen. Handverstuiving is ook hartstikke leuk. We hebben hier ook een speciale fuchsia-man, noemen we die hier. Van de Brink, die zit hier eens verderop. Nou, dit is de fuchsia-show. Fuchsia. U geeft, u kweekt fuchsia's. Ja. En als u ze dan gekweekt hebt, dan geeft u die fuchsia een naam. En hoe heet die dan? Jan Workel. Huh? Piet den Breien. Nunspeets Glorie. Kees Scheper. De hele familie is al genoemd. Hij heeft de naam Gorge. Zeer grootbloemig. Was een aanstaande schoonzoon. Oh nee. Toen zei hij, doei. Dus eigenlijk zijn we helemaal niet zo gek meer op deze plant. De fuchsia wel, maar dan had hij eigenlijk een andere naam moeten hebben. Ja. Dat mag niet meer. Hij heeft de naam Gorge. Hier heb ik de fuchsia Lydia. De jongste dochter. En Gorge, dat was uw schoonzoon. Maar heeft u ze expres niet naast elkaar neergezet? Nee, dat laat je dan los en dan blijft de fuchsia, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Waar het om gaat. Ja? Kijk, hier Hulshorst Bloei. Hulshorst Beertje. Hulshorst Landgoed Hulshorst. Wat is een hoogtepunt hier in Hulshorst? Nou, daar ben je nu. Dit is ons koffiekeitje op Camping Zwaluwhof. Als het mooi weer is, want we hebben geen overkapping, dan maken we hier lekker een cappuccino bijvoorbeeld, zoals Nadine nu aan het maken is. Oh, lekker met een koekje. Ik gek op. Dit is jouw brievenbus? Dit is mijn brievenbus, ja. Ik dacht, hier woont een hele mooie vrouw. nee, dat niet. Maar wie is dan Alice Chalmers? Ja, dat is een tractormerk. Ik heb één Alice Chalmers en ik heb een Deutz. En waar heb je die? Achter in de tuin staan, in de schuur. We hebben elk jaar hier een oldtimer show. En die organiseren als oldtimer club. En daar hebben we zo'n rond de 100 tot 120 tractoren in het weiland staan bij de molen. Nou zie je wel eens mannen die hebben dan een hele snelle sportwagen. Kunnen ze heel goed meiden mee versieren. Wil dat ook met zo'n trekker? Nou, minder denk ik. Maar even goed lukt me dat wel. Ja. Ja, en een van die hoogtepunten. Ja, er wordt geklapt, mag hoor. Ja. Een van de hoogtepunten, dat is de molen. En de molen heet? De Maagd. De Maagd. En Kirsten is de molenaar. Molenaar, ja. Dat vind ik heel bijzonder, een vrouw. Ja, klopt wel een beetje. Ja. Zijn er meer in Nederland? Wel meer vrijwillige molenaars. Ja. Beroepsmatig vrouwelijke, weinig. Is het niet heel zwaar om te doen ook? Jawel, dat is meteen een goede training. Ja, voor je spierballen, laat zien. Ja. Leuk hè, vrouwelijke molenaar, toch? Ja, dat is dan al een beetje trots. Heel matig hoor. Ja, het klinkt heel matig. Leuk hè, vrouwelijke molenaar. Goed zo, Kirsten. We gaan euro's verdienen voor de fiets. En dat doe ik met jouw collega-teamleden. En die staan hier al klaar. Dat zijn Joke, Kees en Grietje. En het gaat ondertussen regenen hier. Maar dat mag de pret niet drukken. Nee. We beginnen met Kees. En het is nu 2 dagen achter elkaar wel gelukt, de topografievraag. 2 dagen? Ja, maar verder niet. Zenuwachtig? Nee. Kom maar. Nee, zegt hij. Nee. Ik zou het wel zijn. Ja. Hier ligt Hulshorst. Maar dat gaan we niet vragen natuurlijk. Ik wil graag weten van jou en het publiek mag helpen. Waar ligt Huppel? Huppel. Van Huppelen, weet je wel? Huppel. Waar ligt Huppel? Weten jullie dat, iemand? Bij Winterswijk, zeggen ze, Kees. Bij Winterswijk, hoor ik. Winterswijk, dat ligt heel ver in de provincie, hè? Mm-hmm. Jullie kunnen op het scherm zien. Als jij een klein beetje naar rechts gaat, Kees, kunnen de mensen op het scherm zien. Geef me aanwijzingen, jongens, want we hebben niet... een uur. Kees! Naar beneden, hoor ik, Kees. Naar rechts. Rechts. Oh, naar beneden. Zo. Zet hem maar neer. Goed, mag je blijven staan? En dan gaan we kijken, is dat goed? Ligt daar... Oh. Oh, ja! Goed hoor, wordt goed gerekend. Ja. Hij raakt hem aan. Hij raakt hem aan, dus dat is goed. Dat is mooi. €50. Dan gaan we nu naar Joke. We zijn naar Nunspeet gegaan, dames en heren. En we hebben gevraagd,
Hulshorst, waar denken jullie dan aan? Kan van alles zijn, hè? Vijf dingen mag ze opschrijven, jullie mogen alles roepen. Ja? 1 minuut heb je. Tijd loopt. Nou, roepen! Voetbal. Voetbal hebben we. Tennis. 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 Nou, nee. TV Hulshorst. Hoe? Zandverstuiving. Optocht. Ja, doe die niet meer op. En niet een klein dorpje, of daar kom ik nooit, of daar wil ik niet zijn. Station. Holthuizen. Boeren, hoor ik iemand zeggen. Boeren. Ja, dat zit er elke dag in, hè. Boeren. Ja, ze heeft ze al, hè. Ja. Goed zo, Joke. Draai maar om. Dan gaan we ze eens even voorlezen. VV Hulshorst. De Maagd, hè, de molen. Zandverstuiving. Optocht. Welke optocht dan? Met Koningsdag. Met Koningsdag, ja. De optocht en station. Dus voetbalvereniging Hulshorst, ja. De Maagd, zandverstuiving, optocht en station. En molen rekenen we dus ook goed. Ja. We gaan kijken naar het filmpje en voor ieder goed antwoord krijg je 10 euro. Kijk, spannend. Kassa. Hulshorst, ja, dat is gewoon een klein pittoresk dorpje. Nou, dat is de weg naar Harderwijk. En dan rij je dan doorheen. En dan kijk je links en rechts. En er staan hele mooie boerderijtjes. Niets. Ik ben hier niet bekend. Ik weet niet wat het is. Nee. Het landhuis Groeneveld is het volgens mij. Ik weet niet, kom er bekend voor dan. Nou ja, het kerkje, de kapel in Hulshorst. Sinds een jaar is mijn broer de dominee. Dus vandaar dat ik iets meer van Hulshorst weet. Want ik ben ook iemand van buiten. Bokrestaurant. Voetbal. De weekend. Nou, ik ben niet doorheen rijden. Mooi buitengebied. De molen en de wieken. En het dorpshuis. Vooral VV Hulshorst. Veluwe Meerkust. En een rustig dorpje. Een prachtig dorp. Nou ja, 2 goed. Jullie onderschatten jezelf een beetje. Ja. Mensen vinden het heel mooi hier. De huizen mooi. Ja. Ja. Nou ja, niet verkeerd. Je hebt al 70 euro. Daar rijden we erheen, hè? We gaan surfen met Grietje. En die is natuurlijk mega goed. Ja, maar niet met dat weer. Nee, niet met dat weer. We gaan het toch doen. En dan heb ik een voorstel, Grietje. Ik heb droog geoefend. Kom maar. Ik heb een voorstel, want je bent er een van een tweeling. Wat als jullie er met z'n tweeën op gaan staan en we verdubbelen de seconde die je dan haalt? Annie, kom. Ja. Kom op. Kom op, Annie. Ja, je hebt niet geoefend. Kom. Slippers uit. Op die surfplank. Kom nou, we hebben niet de hele avond. Kom. Je hebt nog een shirt. Je hebt nog een shirt. Ja, doe deze maar. Ja, we hebben geen tijd voor. Ja, goed zo. Seconden, gaan tellen. Ja, je mag er ook op gaan zitten met z'n tweeën van mij. Ja, hou elkaar maar vast. Nee? Gaat niet goed? Nee, dat is gevaarlijk surfen zo. Ja? Oh, dat kan niet. Andere stand. Jullie moeten staan, jongens. Echt waar. Hou elkaar maar vast. Dat mag wel, hè? Ja. Het is spekglad. Ja, dat is wel... Nou, we gaan gewoon lief naar de jury kijken. Het is heel glad, Tini. We verdubbelen sowieso de seconde. Lekker haken. Hou vast. Niet te hard. Niet te hard. Goed. En we gaan jullie aanmoedigen. En we laten de teller gewoon nog even doorlopen. En we kijken lief naar Tini. Sorry hoor. Enorme smak. Het regent gewoon hartstikke hard. Dat is natuurlijk niet te doen. Ik loop naar Tini. Lieve Tini, de quiz. Ik vind wel dat we ze ietsje, nou ja, tegemoet moeten komen. Ik krijg ook mijn orders. Wat hebben jullie voor de quiz dan gegeven? De quiz heeft in zijn totaliteit 84 euro opgebracht. 84 euro, mooi. Sorry, Annie. En dan mag de coach de check in ontvangst gaan nemen. Hoeveel gaat er voor de fiets naar de zorgboerderij? Oh, het schrijft niet zo mooi met dit weer. Maar het is geworden 794 euro. Gefeliciteerd, André. Heel netjes. En André die gaat het meteen overhandigen aan Gea van de zorgboerderij. Hè? Die staat al klaar. Hartstikke mooi bedrag. Nee. Goed zo, gefeliciteerd. Maar we gaan eens even kijken. De mooiste plaats van Gelderland. Wat gaat er gebeuren? Gaan zij het loo inhalen? Dat willen ze zo graag. Ja. Schrijf maar op, Reinhard. Ik ga het opschrijven en ik weet het niet helemaal zeker. Oh, dat klinkt ook weer hoopvol 7. Allemaal. Ja.
Kijk, hij doet het niet echt in de regen. Nou, schrijf maar. 794 van Tini. Ja. Dat worden nou punten. Daar komen bij 969 punten. Omdat hier 671 stemmen zijn gegeven. Oh, dat is best mooi. Dat is best veel. Via de app. En daarnaast stond er 29,8%. Dus 298 punten erbij. Van de publiek. Opkomst. Dus dan gaan we deze optellen. En dan ga ik ondertussen vertellen aan de mensen thuis. Dat we na het weekend in Inge zijn. Dat ik iedereen hier heel erg wil bedanken dat jullie ondanks de regen zijn gebleven. Het team super gedaan, echt waar. Mooie dag was het vandaag. Dus dank jullie wel allemaal voor je aanwezigheid. Applaus voor jezelf en voor het team. En nu weet Reinoud echt waar jullie zijn geëindigd. En jullie zijn geëindigd op de plek boven het loon. Ja! Met... Goed zo. 1763 Oh, je bent zelfs punten. Boven Babberich. Oh, zelfs je bent zelfs boven Babberich. Babberich. Goed gedaan. Wat goed dat jij dat zag. Ja. En we gaan naar een muzikaal kerstvers echtpaar. Roel en Mirjam van het Slot. Love is in the air. En zij zingen Zomer in Gelderland. Bedankt voor het kijken en een heel fijn weekend. Dag. Mooi!